van het meidenteam. En ik vraag me af hoe jij in de kleedkamer tijdens je speech de spelers op scherp zet. Heel veel succes met het EK! Mooie vraag, Isa. Ik denk, jezelf zijn is heel belangrijk daarin. Zeggen wat je voelt. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om opheffen. Als de aanvoerder iets zegt, dat komt vaak wel aan. Dus ik denk dat jij dat ook gewoon moet blijven doen. Mooie tekening. Staat 10-0, dus ik weet niet tegen wie, maar... Oké, heb ik hier een brief. Hallo Matthijs, hier een oud FC op Koude voetballer van bijna 60. We zijn super trots op je. Namens het hele dorp veel plezier gewenst op het EK. Tommy Lomans. Nou Tommy, heel erg bedankt. Ik ga heel erg mijn best doen en hopelijk kunnen we op Koude trots maken. Hey Xavi, wat is jouw mooiste goal ooit? Mijn mooiste goal ooit tot nu toe denk ik dat het in de Champions League was tegen Red Star Belgrado. Een actie dat ik in het midden ga vanuit links en er vrij mooi in binnen schiet. Dus dat is wel het mooiste goal tot nu toe. Een hele mooie tekening hier. Veel succes op het EK. Groetjes. Fleur. Beste Xavi Simons. Ik zie jou heel vaak heel goed kunnen dribbelen. En ik dacht, heb je misschien een tip voor mij hoe ik beter kan dribbelen? Groetjes, Alex. Dankjewel voor je berichtje. Ja, het tip wat ik je kan geven om beter te dribbelen, denk ik, is gewoon genieten van het spelletje. Ook niet veel nadenken en alles wat in je hoofd komt, gewoon doen. En uiteindelijk gaat het goed komen. Wat is je lievelingstrucje? Groetjes, Juri. Ja, laat ik zeggen dat ik een hele mooie schaar of een Zidane vind ik altijd wel hele mooie trucjes. Op welke leeftijd ben je op het idee gekomen om te gaan verdedigen? Dat wil ik graag weten, want ik ben zelf ook verdediger. Doei! Nou Joost, ik denk dat ik een jaartje of 8 was toen ik wel wist dat ik verdedigen leuk vond. Neem niet weg dat ik aanvallen heel leuk vond. Ik speelde natuurlijk best wel vaak op straat, op pleintjes. En daar wou ik heel graag Ronaldinho zijn. Dus, maar uiteindelijk in de wedstrijden wilde ik graag verdedigen en de ballen uit onze doel houden. En dat is zo gebleven. Hebben jullie een ritueel voor de wedstrijd? Oeh, ik heb wel veel dingen, maar misschien één ritueel waar ik... Wat ik wel het meeste doe is voor de wedstrijd mijn moeder bellen en mijn broer. Ja, hun wensen me altijd succes en dan praten ze wel een beetje over alles. Dus dat is wel een van mijn rituals, ja. Dan hebben we hier nog een mooie tekening van Boas. Kijk eens. Dat is ons elftal. Nummer 1 tot en met nummer 11. Hoe kan je de beste aanvaller ter wereld worden? Hoe je het beste aanvaller ter wereld kan worden, denk ik met hard werken en met veel passie. En uiteindelijk denk ik, als je gewoon geniet van het spelletje ook, dat alles goed gaat komen en ooit wel een van de beste spelers ter wereld kan zijn. You don't have to win, you're already a winner. Van Tara Hamers. Mooie quote, ik denk dat het toepasselijk is, maar we gaan er wel voor, we willen wel winnen daar. Hoi, ik ben Steven. Hoi, ik ben Zeger. Hoi, ik ben Kees. En onze vraag was, wat eten jullie voor een EK-wedstrijd? Ja, meestal is het wel verschillend. Ik zelf eet altijd heel graag pasta voor een wedstrijd, want ik voel dat ik dan het meeste energie heb. Meestal zijn koolhydraten wel hetgene wat ervoor zorgt dat je dat krijgt. Dus ja, meestal zijn het koolhydraten. Dus dat is in brood, pasta, misschien wat koekjes, banaan, dat soort dingen allemaal. Hoi Xavi, je bent mijn favoriete speler en ik wens je succes bij het EK. Hopelijk scoor je eerste goal voor Nederlands elftal. Dankjewel Finn voor je bericht. Het gaat goed komen. Ik ga er alles aan doen om iedereen trots te maken. En hopelijk dat ik mijn eerste goal scoor bij het EK. Hoi Virgil, ik ben Jente en ik ben 11 jaar. Vanaf jongs af aan is het altijd al mijn droom geweest om ooit een keer voor een team een captain te kunnen zijn. Daarom is mijn vraag aan jou... Welke eigenschappen heb je nodig om een captain te kunnen zijn? Een hele goede vraag weer. Nou ja, allereerst jezelf zijn. Als leider zijnde moet je natuurlijk het team ten alle tijde boven jezelf zetten. En uiteindelijk gaat het ook om dat jij het juiste voorbeeld geeft op het veld. Dus ga zo door. En wie weet, ooit zal je de aanvoerder zijn van het Oranje Leeuwinnen elftal. Dus ga zo door. Veel succes op het EK. Groetjes van Joep. Wat betekent de support van de fans voor jou?
Ja, het betekent heel veel. Want uiteindelijk doen we het niet alleen. We hebben ook het steun nodig van iedereen. Dus dat is heel belangrijk. Ook vooral dat we nu in Duitsland spelen. Niet ver van Nederland. Dus hopelijk kunnen veel supporters van Nederland komen en ons ja, te kunnen steunen. Volgende vraag is, gaan we het EK winnen? Ja, we hebben natuurlijk... Het is natuurlijk een heel moeilijk toernooi, maar ik denk dat wij een hele goede ploeg hebben met heel veel goede spelers. Dus wij gaan er zeker voor om het EK te winnen en ja, daar gaan we voor alles voor doen en hopelijk kunnen we jullie steun daar ook bij gebruiken.